Superleuk dat je weer kijkt naar mijn 42e weekvlog volgens mij. Ik ben het al eigenlijk kwijt, omdat ik heb heel lang geen weekvlogs gemaakt, zeg maar. Nu pas weer. En leuk dat je weer kijkt. Ik ben Shimane en ja. Yeah. Allemaal. Het is vandaag dus weer woensdag. Het is vandaag 15 augustus. Het is nu 1:15. Het is nu 1:15 en ik ga nu pas douchen. Deze weekvlog begin ik dus 2 dagen later. Want ik heb dus maandag en dinsdag had ik dus in een vakantievlog gedaan. Dus daarom heb ik dat dit niet er hierbij, zeg maar. Dus daarom kan deze weekvlog wat korter zijn. En ja, ik ga vandaag dus een video maken wat ik allemaal heb gekocht in Kroatië. En dat ligt dus allemaal daar en daar heb ik nu ook al 1 ding van aan. Maar ik moet dus nu douchen en dan ga ik dus een video filmen dus wat ik heb gekocht daar. En ook wat van AliExpress wat jullie al hebben gezien. Deze hoesje ook trouwens. Superleuk. En ik ga vandaag ook met mijn andere lens filmen dan deze. Want ja, dus dat is de planning van vandaag. Ja, het is niet heel boeiend misschien, maar ik heb een video gefilmd. En die video... Oh ja, die video hebben jullie al gezien. Maar ik ga dus nu deze oorbellen in mijn oor doen. Want ik heb, zoals jullie zien, heb ik dus al heel lang heb ik deze oorbellen in. Volgens mij echt al 1 jaar allebei. En ik was toen aan een nieuwe, dus die heb ik gekocht in Kroatië. Maar die hebben jullie al gezien in de video, dus dat is niet heel bijzonder dit. Dus ja, dat is het. En ik ga vandaag even wat video's editen, want er moet online komen natuurlijk, of course. En die video's hebben jullie allemaal gezien die ik moet editen nog. Wat heb ik gedaan en we gaan nu weer naar huis. Wij hebben dus net boodschap gedaan. Ik ga jullie nu laten zien wat we hebben gekocht. Niet heel boeiend, maar misschien vinden jullie dat leuk als ik een boodschappenhaal hierin doe. Dus ja. Zalmsalade en zo'n zalmsalade van Joma. Dus die hebben we eetrijp mango en een... Sweet Eve framboos. En natuurlijk, deze zijn zo lekker, hè. Dit is echt een tip. Of echt een aanrader om deze te kopen. Het zijn rozijnen krentenbollen. Ze zijn echt super lekker. Dan wat appels. En een broccoli om te eten. We hebben ook trouwens kipkornbrood gekocht. Maar dat heb ik al in de koelkast gedaan. Maar het ziet er gewoon zo uit. Heel boeiend. Maar ja. Ik ga dus nu een broodje maken met zalmsalade. Deze is van Joma, wat ik net heb gekocht. Nee, eigenlijk mijn moeder. En die ga ik dus nu maken. En gewoon een bolletje, denk ik. Of iets anders, weet ik niet. Mijn lunch. Ik heb dus trouwens deze bolletjes gebruikt van de Albert Heijn, de witte bollen sesam met de zalmsalade van de Joma wat ik net heb gekocht. En ik moet wie heeft u dus tips om je oorbellen dus schoon te krijgen, want ik krijg ze echt gewoon niet schoon met water en met zeep gewoon. Ik heb deze gebruikt en deze van Dreft, maar ik heb dus ook warm water gebruikt en ik krijg ze dus niet schoon. Vandaag, dus de volgende dag, het is dus nu vrijdag. Het is dus vandaag donderdag, het is dus 16 augustus, nu 10:30, is het nu 10:30 geweest. Alleen, ik zit dus nog in mijn pyjama, want ik kan volgens mij niet douchen. Omdat ze zijn hier bezig met een nieuwe stroom. Nee, niet met nieuwe stroom, doen met een nieuwe meter. Dus daarom ben ik nog een video aan het editen, gewoon omdat dat moet. En ja, het is trouwens vakantievlog 8. En trouwens, ik heb het gisteren net naast opgeplakt. Alleen, er zijn er echt al heel veel af.
zoals je ziet. Maar ik heb alleen nog mijn duim nog en mijn ringvinger. Nee, mijn pink. Dus dat. En ja, ik ga vandaag niet heel veel doen. Dus sad life. Echt. Ik doe nooit wat leuks. Maar goed. Ja. Sad. Goed, dat. Ik ben dus nu net klaar met mijn make-up. En ik ga dus nu mijn video uploaden. Mijn vakantievlog. Want hij staat weer wat later online. Maar dat komt ook omdat er was dus net dat... Toen vlogde ik net al. Maar toen was er dus een man voor een nieuwe meter hier zo. En daarom had ik dus ook geen wifi. En daarom kon ik hem dus ook niet uploaden. Dus ik ga hem nu uploaden. En dan hoop ik... Wat is nu? Hoop ik dat ik hem 12:15 online kan hebben, zeg maar. Of misschien eerder. Dus ik ga nu aan de slag. En ik ga ook alvast de vlogjes alvast verder editen. De andere ook al. Want dan staan die ook al online. Dus stop. Nu wat boodschappen doen en we gaan dus ook naar mijn oma toe. Volgens mij eerst naar mijn oma en daarna dus boodschappen halen. En ik neem eigenlijk nu de camera mee, want ja, ik zit dus nu weer in de auto. Ik ga dus zo meteen boodschappen doen en naar de Lidl toe hier zo, nou in eigenlijk waar ik woon, zeg maar. Dus gaan we daar nu heen, want we moeten boodschappen halen voor vandaag en gewoon andere dingen zoals drinken en zo. En net terug van boodschappen doen en we hebben gewoon bij de Lidl wat gehaald, dus ja, niet boeiend. Maar ik laat het wel zien. Dus plastic opgehaald, koffiemelk, jam, melk, van deze dingen, wafelrolletjes, ik weet niet of het lekker is, het zal wel. Satésaus, karnemelk, Fanta, iets nieuws, citrus, iets broodjes. Nootjes, crackers, broodje met kaas en ui en vla. En nog een keer melk en wat om de kleding schoon te maken. En smeerkaas. En nog een soort van Philadelphia nabis en een paar vaatwastabletten. En eieren. En een komkommer en tomaten. Nog meer dingetjes wat hebben we gekocht. Kaaskroissant. Kaas van mijn croissant. Kaas. Dit heb ik voor me al laten zien, maar ik weet niet zeker. Deze hebben we ook gehaald. We hebben hier nog wat dingen. Rooskoeken hebben we gehaald. Crevice spul. Van kaas croissant. Broodjes. Oh, wat is het enige? Cordon bleu. Ja, allemaal spinazie ook. En nog wat andere dingetjes. Watermeloen trouwens ook. Ja, het is niet boeiend dit, maar ik laat het wel zien. Heeft ook, als hij terug is van vakantie en je ziet dus een hamkaaskazant thuis, dat je het gewoon wilt hebben. Zo lekker is het echt. Maar goed. Het is dus nu bijna 10:30, over 5 minuten en ik heb dus morgen een sollicitatiegesprek en ik weet niet wanneer dat was. Ik weet niet, eigenlijk ook niet of ik het heb verteld in een van mijn vlogs, maar ik heb volgens mij twee maanden terug had ik dus gesolliciteerd bij de HEMA. Ik weet niet meer als wat. Volgens mij als weekend. Iets in het weekend of zo. En ik heb nog een sollicitatie. Ik wil ook weer een video maken van wat ik echt wil doen. Qua opleiding ook. Zeg maar. Qua school ook. Want ik wou het dus voor mijn vakantie doen. Maar ik had geen tijd ervoor. Want ik had heel veel drukke dingen te doen. Maar nu heb ik eigenlijk ook weer geen tijd. Want morgen ga ik ook een video opnemen. Maar ik weet niet of het lukt morgen. Anders verplaats ik hem naar vrijdag. Mijn moeder mocht ook twee video's editen. Dus dat is ook wel een beetje lastig. En staat nu op een heel raar doosje. Dus yes. Of ik dat net nou heb gezegd. Maar de HEMA had mij denk ik een maand terug. Denk voor mijn vakantie of zo. Volgens mij voor de schoolvakantie nog. Toen hadden ze me dus een bericht gestuurd van ja, je bent niet aangenomen. We hebben iemand anders of zoiets was het. En nu heb ik morgen een sollicitatiegesprek. Ik denk dat ik dus mijn zwarte broek aan ga doen. Maar met op weet ik niet. En ja, dat is het een beetje. En trouwens ook echt naar de kapper toe. Want mijn haar is echt heel lang. Dus yes, dat is het een beetje dus. Het is vandaag dus weer vrijdag. Het is dus nu dus 17 augustus. Nu 10:03. Ik moet dus zo meteen weg. Over een half uurtje ongeveer. Misschien iets langer ongeveer. En dan ga ik dus een sollicitatiegesprek. En ja, ik weet trouwens niet hoe zij heet. Dus dat is echt heel erg dom. Of hij, ik denk dat het zij is. Maar ja,
ik zat toen in de auto toen ze me belde, dus daarom. En ja, toen was ik terug aan het rijden naar huis. Maar goed, ja, ik ben benieuwd wie het is. En echt super dom dit, maar ja. Ik moet vandaag ook vroegjes editen. Dus ja, druk dagje zo. En vandaag ga ik het wel doen, dus ja. Maar het is trouwens echt een beetje dood aan het gaan, echt. Lekker broodjes. En deze zijn trouwens van de Lidl, wat ik gisteren heb laten zien. Ik heb dus net een pakketje ontvangen van Boozy Shop. En ik ga hem dus nu even unboxen. Want ik vind het leuk dus. Waarom niet? Ik heb dus in mijn vakantie nog besteld dit. En ik dacht dus dat ik dus woensdag thuis zou zijn. Maar ik heb dus nu pas laten bezorgen. Want ik kan bij Boozy Shop, want je kan daar gewoon laten bezorgen wanneer je wilt. Sorry trouwens als ik heel erg niet goed in beeld ben. Want ik heb geen statief en ja, ik weet niet waar ik hem anders moet opzetten met mijn camera. Maar ik ga het nu even unboxen, want ik heb ook een birthday gift, want ik was natuurlijk jarig vorige week. Dus dat zit er ook bij. Dat is leuk. Ach, ik hou van deze pakketjes echt. Dus als je me al langer volgt, dan weet je al dat ik echt al 10 pakketjes hiervan heb unboxed. Je weet zelf. Ik hou van Boozy Shop. Er zit altijd een leuk kaartje bij. Ach, ik hou hiervan. Thanks, man. X Jan. Jan. Oh mijn god, Jan. Jan. Oké. Okay. Audio Killing Me is twee dezelfde kwasten. Eentje ga ik weggeven dan. Ja, eentje gaat in de winactie. Ik heb heel veel nieuwe make-up besteld. Revolution Pro. Als allereerste heb ik dus de Prime All. En hier komt een video over dat ik alles ga testen. Ik heb ook een nieuwe mascara wat je dus kon zien in mijn shoplog. Dan heb ik deze highlighter palet van Revolution Pro met een blauwe highlighter. Hier ben ik echt zo benieuwd naar. Echt, deze highlights zijn echt super goed volgens mij. En ik heb hem in de kleur ijs, want dit is echt helemaal goed die wil ik. Dan heb ik ook deze. Deze is in de kleur metal en die ziet er ook echt heel mooi uit. Dus heb ik ook en ik heb er 2 gekocht echt. Geldverspilling. En dan heb ik natuurlijk een nieuw pletje bij deze van Revolution Pro. Revolution of zo. Revolution. En die lijkt op Huda Beauty Desert. Nee, Huda Beauty Rose Gold palet. En ik heb hier eigenlijk al die van Nyark make-up. Maar ja, weet zelf. Oké. Dan heb ik dus ook een nieuwe foundation van Revolution Pro. De Full Coverage Foundation in F4. Ik ben echt bang dat het te donker is. Ik kon misschien een beetje F1 kopen, maar goed. Dus deze foundation heb ik ook gekocht en die komt ook over. Dan de 2 dingen waar ik echt het excited over ben. Dat zijn deze glitter pastels iets. Ja, het zijn dus glitters op je ogen. En hier ben ik echt zo benieuwd naar gewoon. Ik heb trouwens de kleuren Glitter, nee, Power Hungry en Long to be Desperate. Leuk, dus er komt een video over. Ik dacht dus van een leuk verjaardagscadeautje erbij. Dus het zijn gewoon 2 dezelfde kwasten. Maar eentje ga ik dus bewaren voor een winactie. Maar er komt natuurlijk nog meer bij. Niet alleen deze kwast, maar deze kwast is wel een beetje set. Maar ze zijn echt hetzelfde. Ja, maar deze komt dus in een winactie. Maar ik ga nog meer dingen erbij doen. Dus niet alleen dit, dit is wel set. Maar ja, dat was het een beetje. En ik ga dus nu even opruimen dit. Want het kost me heel veel geld dit. En ga ik morgen een video van filmen. Want ik ben echt benieuwd naar dit. Dit is willen weten waar mijn hond was. Mijn hond was schoongemaakt. Ik weet niet of jullie verschil zien, maar ik zie het niet in het schermpje. Of jullie wat zien wat ik niet zie. Maar volgens mij is het gewoon nog hetzelfde. Stop. En mijn haar is echt vet, man. Oeh. Ook 3 dagen helemaal. Nee. 2 dagen heb ik helemaal niet laten zien wat ik aan heb. Dat ben ik eigenlijk een soort van vergeten. Ik wou het wel doen. Maar goed, hè. Goed, ik heb trouwens al 2 dagen deze broek aan. Echt deze zitten. Dit shirt is trouwens. Weet eigenlijk niet waar die van is. Volgens mij ergens uit. Ja, weet ik veel. Dus eigenlijk heb ik weer iets aan waar ik helemaal niet van weet waar het vandaan komt. Dus. Heb ik weer. Dus. Yes. Ik ben al heel erg lang terug. Oh, het is nu 10:15. Ik moet nu mijn video editen. Die morgen online moet komen. Echt top. Want ik wou het eigenlijk gisteren doen.
Oh, maar gisteren had ik natuurlijk die... Nee. Ik had woensdag die video gefilmd. Die shoplog. Die hebben jullie al gezien als het goed is. En als jullie die niet hebben gezien, dan zet ik hem hieronder eventjes als een linkje. Maar die had ik dus gisteren... Nee, woensdag. Ja, woensdag gefilmd. En eigenlijk wou ik hem gisteren editen. Maar ik moest naar mijn oma toe. Dus dat kon ook weer niet. En morgen ben ik ook weer weg. Dus ik moet sowieso morgen ook weer een week een vlog gaan editen. Want dan ben ik er ook al van af. Dan kan ik gewoon dinsdag aan deze vlog al editen. En dan zitten de vakantievlogs alweer op. Jongens, echt. De ene en de laatste heb ik ook al geëdit. Dus alleen de onderwaterbeelden nog toevoegen. Want ik kreeg trouwens een reactie. Van de deur dicht, want mijn zus slaapt. Ik kreeg een reactie van iemand van ja, je zegt in elk geval van ja, dat ik mijn onderwaterkamer mee heb en dat ik hem niet pak. Ik heb dus net een video gefilmd over die nieuwe producten, over deze en zo. Die komen dus daar, deze staat online. En het is dus nu, dus zaterdag 18 augustus, 10:50 nu. En ik ga dus zo meteen weg nu. Nu eigenlijk al, want ik moet eigenlijk nu al weg, dus... Bij de Albert Heijn. En we zijn dus net bij een persje zitten. Ik heb dus net boodschappen gedaan bij de Albert Heijn. En ik zag dus dit verse ijsthee met groene thee, citroen, gember, appel. Ik proef heel erg de gember, zeg maar. Dus ja, als je dat niet houdt, is het niet een aanrader dit. Maar ja. Yeah. En ik moet dus nu de vakantie voor gaan editen. Die eigenlijk al om 12 uur warm moest. Maar omdat ik moest onderwaterbeelden toevoegen, konden niet om 12 uur de lijn. Want dan moest ik nog een video filmen. En ik moest ook nog een thumbnail maken. Ik moest heel snel weg vanochtend. Dus daarom kon het niet. Ik heb zelf mijn bed gewoon niet opgeruimd. Wat ik heb gedaan vanochtend. Dus besef even dat ik dat niet heb gedaan. Maar ik ga dus nu verder. Ik heb trouwens die ijzer hier. Ik vind hem wel lekker. Met dus piccolini's. Ik krijg er nog meer volgens mij. Maar dit is dus... En er komt dus een nieuwe vakantie online op mijn kanaal, dus stay tuned. Dat hebben jullie al gezien. Maar hier zijn nog meer. Laat weten of jullie dat ook zo lekker vinden, dit piccolini's. Ik heb ook wat dingen gekocht bij de braderie hier zo, omdat ik heb daar niet gefilmd weer. Want ja, ik weet het niet wat het hier is, maar hier in Nederland vind ik het gewoon veel anders om te vloggen of zo. Dan als ik in het buitenland ben. Wow. Dan dat ik in het buitenland ben. Dus ik heb wat dingetjes gekocht. En ga ik nu even aanpassen voor jullie. Om te laten zien of het past. Want ik weet eigenlijk niet of het past. Maar ik denk het wel. Dus aan. Maar waar ik dus achter kwam. Is dus dat volgens mij die rits dus al kapot is. Daar, want die rits zit dus hier. En of. Ja, ik weet niet wat er is. Of ik hem zelf kapot gemaakt. Die ik dus net aan het wastientje, deze is ook. Deze vind ik wel wat leuker. Het ligt echt natuurlijk weer ruk zo schoonlijk. De broek die ik dus nu aan heb, dus met die steentjes, is dus 10 euro. Er zit wel heel veel stretch in, dus ik denk wel dat hij misschien gaat afzakken van mijn kont. Maar hey, vandaag is de volgende dag. Het is vandaag zondag. Ik heb mijn telefoon hier. Het is dus nu 19 augustus, nu 10:58. Niet boeiend de tijd, maar ik denk over een uurtje komt mijn oma of zo. Misschien over 2 uur, ik hoop iets later. Maar ik moet eigenlijk gaan douchen en me opmaken en zo, want ik heb dat nog niet gedaan. Maar mijn zus staat zich daar op te maken. In de badkamer, ze denkt van, oh, ik ga lekker daar me opmaken, niet in mijn kamer, nee. Maar ja, dus dat. En ik kan dus niet douchen. Maar ik moet vandaag ook vakantievlogs gaan editen, want ja, ik moet morgen online staan. Dus, ja. En morgen komt hij wel gewoon op de online. Beloof het jullie. Echt. Dus mijn oma weer. Dus die komt dadelijk. Ik weet niet of ze er al is. Ik denk het niet. Ik heb geen hond gehoord of zo. Want ze is er. Dus, ik bedoel, mijn hond die blaft altijd als iemand aanbelt. Dus daarom zag ik dat. Maar ja, dus dat. En ik ga dus nu naar beneden toe. Want volgens mij is er iets klaar. Want ik... I don't know. Maar goed, dus dat. En dan ga ik nu heen. Eventjes. En trouwens, mijn oma komt dus voor mijn verjaardag nog en mijn haar is echt een klittenbende. Ik moet mijn haar echt gaan knippen, maar ik weet gewoon niet of ik het kort ga knippen of gewoon puntjes. Ik denk gewoon puntjes, want ja, het kost me wel heel lang de tijd om het zo lang te laten groeien. Maar ik weet gewoon nog niet. We hebben een tompoes fly van de Albert Heijn, we hebben gisteren gekocht. Het ziet echt super lekker uit. Mijn opa en oma zijn dus net weg.
En ja, het is hier echt een troepje hier zo eigenlijk. Maar goed, we hebben dus Chinees gegeten. Was wel lekker. Ik vind Chinees niet echt heel lekker. Dus ik heb niet heel, ik heb niet heel veel gegeten. Ik heb niks gevlogd eigenlijk weer. Ja, ik vind het gewoon lastig hier in Nederland. Want ik ben eigenlijk alleen maar thuis. En ja, dus. Het is nu bijna 9 uur over 20 minuten. En ik heb dus net de allerlaatste vakantievlog geëdit. En ja, ik vond het wel leuk om weer te editen. Het is wel de langste die online gaat komen. Omdat de andere zijn allemaal een beetje rond de onder de 15 minuten. En deze is 18 minuten nog wat. Dus ja, ik ga dus nu weer naar beneden toe om een vlog van iemand te kijken. En dan ga ik, ja, ik ga deze vakantievlog, nee. Ik ga deze weekvlog ook alvast afsluiten. Omdat ik doe niks meer eigenlijk wat bijzonder is nu. En ja, hè, mijn dagen, mijn week zijn toch al niet heel bijzonder. Dus dan, ja, dus dat. Ik heb ook niet heel veel gedaan deze week eigenlijk. Ja, een beetje rustig aangedaan. Ik ben net natuurlijk terug van vakantie. Dus dat. En ja, ik hoop niet dat jullie het saai vonden dit. Omdat, ja, ik moet ook wel weer een beetje inkomen. Het vloggen, nou niet echt vloggen in principe, maar gewoon meer buiten vloggen, want ik vind het nog best wel moeilijk. En ik ga dus nu weer naar beneden toe om een vlog te kijken van iemand anders. En ik hoop niet dat deze weekvlog echt super saai was, want ik ben natuurlijk net terug van vakantie. Dus daarom kan die wel wat saaier zijn dan een normale weekvlog van mij. En ik hoop dat ik meer ooit wat meer buiten kan vloggen, want ik denk dat het ook wel wat leuk is dan alleen maar dit te zien in mijn kamer. Dus dat. En ik ga hem dus nu afsluiten. Dus vond je deze week nog weer super leuk? Doe dan zeker je blauw duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker hieronder. Je kan dus op het rode abonneerknopje onder. En ik zie je snel weer een nieuwe weekvlog of een ander soort video op mijn kanaal. Dus tot snel. Dus doei doei.